Timothy de Rijk, 2-2 tegen Vitesse. Wat voor gevoel overheerst er? Nee, ik denk dat we een beetje ongelukkig op achterstand zijn gekomen. Daarna weer op achterstand zijn gekomen doordat we niet goed in zone hebben verdedigd. En in de tweede helft hebben we laten zien dat we zeker niet onderdoen voor Vitesse. En dat we uiteindelijk nog via mij misschien nog moeten winnen hebben. Je werd zelf man of the match. Voel je zelf ook dat je steeds meer op je gemak speelt op het middenveld? Nou ja, het is wat hij zegt. Tegen Feyenoord was de eerste keer. Daar moet je altijd in komen. Maar het was voor mij allemaal prima. Zeker na de eerste wedstrijd. Dat je goed speelt en je wint. En sindsdien gaat het alleen maar beter. Dus daar ben ik heel blij om. Je kwam zelf ook nog twee keer dichtbij een doelpunt, hè? Ja, dus ik zeg het. Ja, die 3-2 had eigenlijk moeten vallen. Dus dat is zonde. Zeker omdat Vitesse een heel goed helft was. Zeker voetballend. Maar we wisten dat we via de zijkanten gevaar konden creëren met voorzetten. En dat hebben we gedaan. En zonder dat je op het einde niet kan winnen.